Het fluit en het fladdert heel het weekend hier in de rots. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. We zijn hier vanmiddag bij de tentoonstelling van Vogelvreugd, ons ideaal, het Bokstel. En daar zitten de vogels die hier vandaag zitten. Er zijn veel vogels in verschillende soorten, kleuren en maten en modellen. En het zijn allemaal eigen kweekvogels van eigen leden en mensen die bij ons op de wedstrijd deelnemen. Welke vogels zijn er nog meer behalve kanaries? Kanaries, er zijn ook tropische, exotische vogels, grasparkieten, Europese cultuurvogels. Dus ja, we hebben heel veel verschillende soorten vogels binnen de vereniging. Kunt u begrijpen dat er mensen zijn die zeggen, ja, die vogels in zo'n klein kooitje, dat is niet meer van deze tijd? Ja, nee, dat kunnen we begrijpen, maar als een vogel hier zit en die zit volop te zingen en dat geeft al aan dat die vogel gezond is en dat hij in zijn nopjes is, want anders gaat hij niet zitten zingen. Ik ben hier dus een beetje een 30 jaar lid van Vogelvreugd, ons ideaal. Zo. En nou ja, je begint ergens en ja, van het een komt het ander. Hoe begin je dan? Je komt als beginneling binnen en nou ja, je hebt maar vogeltjes in de tuin zitten en ja, dan ga je eens naar de tentoonstelling kijken en uiteindelijk ga je je specialiseren op een bepaalde soort, ras, kleur, noem maar op. Ja. Ja, want we staan hier bijvoorbeeld, ja, ik heb begrepen net van de voorzitter dat dit kleurlingen zijn. Ja, dit zijn, tot zover zijn de kleurkanaries. En dat zijn de vorm- en postuurkanaries. Hier hangt een prijs op. Ja, nou ja, hier hangt een prijs. Nou ja. Nou ja, algemeen Bokstels kampioen. Nou ja, dat hopen we allemaal een keer te worden, laat ik het zo maar zeggen. De eerste keer? Nee, denk ik. Nee, is de tweede keer al, ja. Hoeveel zouden er hier nou zitten? 655. 655? Ja, dus alle kleuren en soorten. Ja, maatjes, moet maar op. Die kleine kooitjes kan dat nog wel? Ja, dat is alleen op de tentoonstelling. En dan, als ze weer naar huis gaan, dan gaan ze weer in de grote kooi. En waar is een grote kooi? 60 bij 40 bij 40. Of in de vlucht. Die is een paar meter en een paar meter hoog. Waar komt die vandaan? Hij komt uit S. Uit S? Ja, dus dezelfde gemeente, hè? Ja. Waarom komt u hier op bezoek? Nou, omdat ik een beetje een vogelliefhebber ben. En dat ik las dat het een tentoonstelling was. Dan ga ik eens even kijken wat er allemaal zit. Dat is de reden dat we hier zijn. En u? Ik ook. Eigenlijk meer voor mijn man. Dit is voor mij, zijn twee gele kanaries. Ja, voor mij ook. Oh, zo deskundig ben ik ook niet. Ja, ik ben jeugd. Ja, dat zie ik. Bij de vogelclub. Dat zie ik. Want aanwassen, dat is al niet meer zo. Nee, het zijn overwegend wat oudere mannen. Ja, hele oude mannen. Ja, ja, want de jeugd die gaat niet meer naar een kanarie zitten kijken en verzorgen. Nee. Die hebben zijn iPadje en zijn telefoon. En je hebt misschien wel een kanarie op de iPad, een filmpje elke dag. Ja, YouTube. Hè? Het zijn vooral oude mannen, ik zie geen vrouwen. En dan zie ik er ineens drie. Oh ja, maar die zijn er wel hoor. Maar dan moeten we maar eens een keer meer komen kijken. Dan zijn er best voldoende, ja. Ja? Wanneer die zijn om allemaal mee te helpen en zo en op te ruimen. Is dat zo? Nou, in mijn geval niet. Je bent wel jong, hè? Nou ja, ik weet niet of dat de reden is, maar wij zijn familie van. Mijn broer en mijn vader, alleen die is inmiddels overleden. Maar dat zijn trouwe leden van de vogelclub. En ook heel actief nog steeds en geweest. Heb je ook nog van jouw leeftijd de kennissen die ook vogels houden? Nee, helemaal niet. Niemand van deze tijd, hè? Nee, ik ken ook niemand die vogels doet op mijn leeftijd. Het is wel een speciale editie van het jaar. Ja, 30ste. De 30ste? De 30ste alweer, ja. Ja. Het is een leuke vereniging, de vogelvereniging. Ja, want ze doen meer dan alleen maar één keer per jaar een tentoonstelling, toch? Jazeker. Elke maand dan hebben we hier rommelmarkt. De laatste zondag van de maand, rommelmarkt hier in de Rots. Heel gezellig. Oké. Okay. Weet je hoeveel mensen er hier nou zijn gekomen dit weekend? Ik denk toch zeker wel 400 bezoekers. Zeker wel, hoor. Dat is veel. Wij tellen ze niet, maar wij denken wel zoiets. Ja. Op naar goeie omzet ook, hoor. Ja? Ja, drinken ze wat? Goeie omzet, ja, zeker. Ja. Lekker eten? Eten ook. Vooral onze gehaktballen. Ja. Ik ga er een proberen zo. Heel populair, ja.
Nou, op naar de 31ste. Ja, zo is het. Gewoon doorgaan, hè. Succes. Hopen dat het nog lang kan. Succes. Dankjewel, hè. Doeg. Waar komt hij vandaan? Ik kom van Tilburg. Tilburg, helemaal naar Boksel? Ja, helemaal naar Boksel, ja. Waarom? Omdat ik, nou ja, ik ben een echte vogelliefhebber. En ik heb 20 jaar rondgezworven, zeg maar, in heel Europa. Overal geweest. Ook uiteraard ook natuurreservaten bezocht, opgezien enzovoorts. Ik heb het meest bijzondere vogeltje van Europa gezien, de blauwborst. De wie? De blauwborst, blauwborst. Met een blauwborst? Ja, 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 dat was echt het mooiste vogeltje wat ik ooit gezien heb. U bent keurmeester? Ja, ik ben keurmeester van de Algemene Nederlandse Bond. Dan gespecialiseerd in pastuurkanaries. Ja. En wat houdt het precies in? Nou, pastuurkanaries zijn er ongeveer 40 rassen die allemaal verschillende specifieke dingen hebben. Bijvoorbeeld deze, dat noemen we de gefriseerde rassen die daarboven staan. De? Gefriseerde. En waar komt het vandaan, gefriseerd? Gefriseerd. Friseur is een kapper, of niet? Nou, als u goed kijkt, dan ziet u dat ze aan de zijkanten een frisering hebben die opstaat. Bij de borst is die een schelpje, noemen we dat, die is dicht. En op de rug moeten ze een mantel hebben. En daarnaast moeten ze nog gladde delen hebben. In de duivensport, er worden duiven verhandeld voor heel veel centen. Hoe is dat met de kleinere vogels? Dat is meer hobbymatig. En ja, er zijn natuurlijk, als je iemand iets nieuws kan kweken, zeg maar, en dan, dan worden de prijzen vaak wel opgestuurd natuurlijk. Maar, dan over 100 euro's, 1000 euro? Nou, dat gaat niet over 1000 euro's. Dat is vaak 100 euro, dan ben je al een dure vogel. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel uitzonderingen, maar over het algemeen valt eigenlijk de prijs er wel mee.